Wie niet voelen wil, moet maar horen. Dus dit is mijn bericht aan deze specifieke personen. Mayboy. Let's do. Yo, stelletje nep, gelovige klootzakken. Het wordt tijd dat ik een wapen ga pakken. Want die vijf kutkinderen zijn fucking irritant. En zelf loop je het ook met liefde uit de hand. Wel frappant dat jullie het nog steeds niet begrijpen. Maar ik had niet anders verwacht van een stel schijnheilige. Je houdt geen rekening met mij, dus ik kap er ook mee. Vanavond vind je een afgehakt hoofd in je bedstee. Je wilt geen geld uitgeven aan je klapperende deur. Waar is de dranger dan gebleven en wat is die geur? Er heeft er eentje in zijn broek gescheten. Het hoofd is gevonden, nu begin je te zweten. Je moet niet fokken met deze vage jongen. Want hij heeft al jaren zijn agressie verborgen. En ik kan er nu echt niet meer tegen. Dus ik wil best wel een moord gaan plegen. Alleen nu is de vraag, welke kies ik van de zeven? Net als de donkere wolk blijf ik boven je zweven. Jullie hebben zeker veel meer genomen dan gegeven. Het is erg jammer dat jullie spelen met je leven. Die Bijbel is bullshit en je houdt je er niet aan. Oog om oog, tand om tand, dat is hoe het zal gaan. Maar je kunt het fatsoen nog één keer bijbrengen voordat ik ons in andere zaken gaan mengen. Fucking bitch, het interesseert je geen ene moer. Moet ik jou dan gaan betalen? Zo lijk je net een hoer. En deze wereld is niet van jullie alleen. Er wonen er nog veel meer, ook al ben ik insane.